We kijken naar de eenmanszaak en de eenmanszaak is een rechtsvorm. Waarbij de eigendom en de dagelijkse leiding van een bedrijf bij één persoon ligt. En dat wil dus zeggen dat er een bedrijf is of bedrijven zijn. Als die een eenmanszaak zijn, dan is het eigendom, het bezit van het bedrijf en de dagelijkse leiding, die ligt vaak bij één persoon. En die persoon is dus eigenlijk zelf het bedrijf. Die is ervoor verantwoordelijk dat het bedrijf draaiende blijft. En hij is ook de enige die de baas is. Dus een eenmanszaak is dus eigenlijk de zaak van één man, zoals de naam het zegt. Nou, als je het hebt over de eenmanszaak, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Een aantal dingen die je ook dus moet weten. En bij de eenmanszaak is het van belang dat je een aantal kenmerken goed beheerst. Een aantal kenmerken. Nou, zoals ik al zei, er is één eigenaar. Eén eigenaar. En meestal gaat het om wat kleinere bedrijven. Dus bijvoorbeeld een bakker of een slager of iets anders. Kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven. En deze is altijd hoofdelijk aansprakelijk. En dat wil zeggen dat je ook met je privégeld aansprakelijk kunt zijn. Hoofdelijk aansprakelijk. En dat wil dus zeggen met je privégeld. En het zou dus kunnen zijn als het bedrijf slecht gaat dat je je eigen huis moet verkopen of je auto of wat dan ook. Dat kan een nadeel zijn. Verder kan er bij een eenmanszaak, er kunnen gewoon mensen werken. Er kunnen mensen in dienst zijn. En het hoeft niet zo te zijn dat er bij een eenmanszaak niemand als personeel kan zijn of wat dan ook. Bij een eenmanszaak kunnen gewoon mensen in dienst zijn. Nou, wat moet je daar nog meer over weten? Alle winst is voor de eigenaar. Alle winst is voor de eigenaar. Al het verlies natuurlijk ook. En wat kun je nog meer zeggen? De eigenaar bepaalt alles. Eigenaar bepaalt alles. En omdat het risico natuurlijk wat hoger is, risico is wat hoger, hierdoor zal de bank minder snel geld lenen aan de eenmanszaak. En dat is het eigenlijk. Nou goed, korte herhaling. Een eenmanszaak is een rechtsvorm of een bedrijfsvorm.
waarbij de eigendom en de dagelijkse leiding bij één persoon ligt. Nou, dat komt ook voort uit de naam eenmanszaak. Wat zijn de kenmerken? Er is één eigenaar. Vaak gaat het om kleine bedrijven. Die zijn altijd hoofdelijk aansprakelijk, dus ook met je privégeld. Gaat het fout met een bedrijf, gaat het fout met de financiële huishouding van de eigenaar. En je moet ook weten dat er ook mensen in dienst kunnen zijn. Die zijn al geen eigenaar, maar die werken daar gewoon. Nou, alle winst is uiteindelijk voor de eigenaar. En de eigenaar bepaalt alles. Maar omdat het maar om één persoon gaat, is het risico natuurlijk wat hoger. En daarom zal de bank vaak niet zo snel geld lenen aan de eenmanszaak. Nou, dat is alles over de eenmanszaak.